De reden van deze bibliotheek is, en dat hebben we denk ik allemaal wel, een kast vol met boeken. En gelezen boeken, 2 keer gelezen boeken. En dan staat het daar en dan denk je van, ja, ik kan ze wel aan de buren geven. Of ik kan ze aan mijn zus of mijn broer geven om te lezen. Maar ik wil ook dat vreemden, andere mensen, mijn boeken lezen. Ik heb echt zoiets. Ik heb een passie voor boeken. Om ze weg te gooien vind ik helemaal niks. Dus ik denk, wat kan ik met dit doen? Ben ik op een paar vriendinnen heb ik gevraagd van, weten jullie iets? En die gaven mij wel tips van, er staan toch boekenkastjes ergens in een gebouw. Want als ik daar of daar kom, dan kan ik daar boeken uithalen. Maar voor mij was het, ik wil niet in een gebouw. Ik wil dat gewoon de voorbijganger mijn boeken ziet en neerlegt of iets meeneemt. Het is altijd, het is gesloten, het is gewoon. Je bent ook op voor een bepaald iets in dat gebouw. Ja, ja. En niet overal, bijvoorbeeld in een winkel, zie je zo'n boekenkast niet, want dat kan niet. Ja. Ik heb wel aan een kringloop gedacht, maar ik vond het dus echt jammer om daar neer te leggen. Ik had echt zoiets, dat kan ook in mijn straat of dat kan ergens anders. Ik heb nergens toestemming gevraagd. Ik heb wel mijn idee een beetje in Berchem rondgestrooid en de meeste mensen waren enthousiast. En dat is dan ook eigenlijk het ging vanzelf aan het rollen, want er waren toch weer mensen. Och, heb jij soms een kast nodig? Ik heb nog iets. Of wat een leuk idee, wat een leuk initiatief. En daarom ben ik verder gegaan en ja, doorgegaan met hier iets neer te zetten. Er staan bijvoorbeeld in Nistelrode had ik zo'n glazen kast gezien. Dus dat was ook. Dat was eigenlijk ook al een idee. Dat vond ik ook al leuk. En ik heb in Os heb ik iets gezien. En de mensen die gaven mij ook fotootjes door van kijk, hier heb je ook zoiets, hier heb je ook zoiets. Toen kreeg ik ook ideeën. Ik ben op internet gaan kijken wat er allemaal was aan openbare boekenkasten. Heb ik ook aan de mensen laten zien. En toen kwam er dus iemand van, oh, ik heb wel een kast voor je en ik zal hem waterdicht maken. Dus wanneer wil je hem hebben? Ik ben dus bij de buren gaan vragen, praten van wat vind je ervan? En zoals je ziet heb ik hier een blok en ze stemden allemaal toe. Ze vonden het leuk. Er waren er zelfs die zeiden, oh, ik hou het wel in de gaten. Dus, en dat merk ik nu, als er dan iets gebeurt, dan komen ze me toch even zeggen van, oh, ik heb dit gevonden of dit lag er. En dan kom ik toch terug. De kast wordt s'avonds gesloten, het wordt rechtgezet. We hebben 1 keer, dat was in de eerste 2 weken. Ik heb, op 24 mei is die geplaatst en in die eerste weekend ging het allemaal goed. Het tweede weekend hadden we ook ontzettend veel storm. Maar er is ook een ruitje eruit gebroken en het deurtje lag plat. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon een voorbijganger is geweest die iets gedaan heeft. Wat dan ook. Maar ik heb het opgelost. Ik heb de plastic opgeplakt en ga zomaar door. En dan was er ook weer iemand die zei van, oh, ik heb nog plaatjes. Hebben ze toevallig afgelopen weekend hebben ze hier weer plexiglas ingezet. Dat die kast droog blijft. Want daar gaat het om eigenlijk. Hè? Die boeken mogen niet nat worden. Kijk, maar als het ook staat te regenen, dan maak ik het ook dicht. Want ja, het staat op de regen en op de zonkant. Eigenlijk een beetje ongunstig voor de boeken. Maar het gaat goed. Voorlopig blijf ik hier een aantal maanden mee doorgaan. Het ligt ook aan het weer. En er komen toch een diversiteit aan boeken binnen en ze gaan weer uit. Dus ik ga ervan uit dat de mensen het toch leuk vinden om even hier in die kast te snuffelen. Ik heb in de gaten dat er toch beweging is in de boeken en dat er mensen langskomen om of een boek te halen of neer te leggen. Afgelopen week is het kermis geweest en de laatste dag, dinsdags, is er toch wel wat gebeurd. Want ik werd woensdagsmorgens erop geattendeerd dat er allemaal bladzijdes in de straat lagen. Dus er was toch een boek wat verscheurd was en verscheurd in de straat. En die heb ik gewoon met buren weer opgeruimd. Ik denk van ja, het is maar 1 boek, kan gebeuren. Ik ben nog steeds van plan om ermee door te gaan. Ja. Ik ben in Berchem niet de enige, want er staat op de Deurenseweg hangt er een kastje tegen een muur aan. En dat is op nummer 4 of zo, maar dat weet ik niet zeker. Maar daar hebben ze me wel verteld dat er iets al iets is. Maar
het is niet echt helemaal bekend. Nee. Ik hoop dat door deze uitzending meerdere wijken zeggen van zo'n kast kan ik ook plaatsen. En dat er toch meer mensen zijn die gebruik gaan maken van zo'n ruilsysteem. Mij verrast het ontzettend dat er allerlei boeken komen, want er zijn ook kinderboeken die erin staan. Er zijn sportboeken, de gewone leesromans. Ik heb zelfs grote letterboeken gezien. Okay. Dus er is zo'n grote variëteit binnengekomen. Dat maakt mij eigenlijk gelukkig. De grote, er zijn er al mensen van, wat heb je daar een grote kast staan? En ik denk ook dat dit misschien wel het maximum is aan... op bergruimte. Anders wordt het een rommelige zaak, denk ik. Ja. Voor mij zou het wel mogen. Ik ga er niet vanuit dat ik eerst bij de gemeente toestemming moet vragen om iets groters te kunnen plaatsen. En dat heb ik dus nog niet gedaan. Ik heb gewoon alles op eigen initiatief gedaan. En ik heb wel gehoord dat de dorpsraad het een mooi initiatief vond. Maar verder heb ik niks ondernomen. Het is gewoon de mensen onder elkaar... waar ik het tegen gezegd heb en die enthousiast waren. En daarom is dit hier zo neergezet.